side of horse. We hebben teams uit Friesland, Flevoland, Zeeland dit jaar zelfs. Nou, we hebben net de eerste ronde gehad en er zat een halve seconde tussen. Dus wat dat betreft kunnen we zeggen dat de concurrentie vrij hoog is onderling. Het is heel belangrijk dat je een goede harmonie hebt met je team. Duidelijk weet van hoe het moet. Daardoor kun je de beste prestaties neerzetten. We hebben 2 jaar geleden meegedaan. Toen zijn we 60 geworden en vorig jaar konden we niet door de kermis. Dat is even belangrijker. En nou gaan we dit proberen om een keer mee te doen. Het zijn allemaal hartstikke sterke jongens, allemaal boerenjongens. Ik ga er wel vanuit dat ze die balen over de kar heen gooien onderhand. Dus, Ja, het is jou om te beginnen. Staat het melk, maar je komt wat traag, hè? Maar als ik verder zo gaat, wat rustig naar voren. Mannen, jullie hebben bloedfanatiek. Tuurlijk, altijd. Maar jullie hebben de tegenstander niet te pakken gekregen. Nee. De balen gingen wel snel omhoog, maar ze gingen niet zo snel weg. Ze hebben het net niet gehaald, hè? Ja, jammer. Heel jammer. Ja, ze hadden laag voor laag moeten stapelen eigenlijk. Had het wat mooier geweest. Bij het eindstuk ging hij wel een beetje wiebelen, maar mijn vader doet ook mee, dus ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Ik vind het wel lachen, hoor. Het is wel mooi. Mooi sport. Wie moedig je aan? Ja, ik denk toch die vrouwenteams nou maar, want die gasten van ons die weten niet goed. Even een biertje drinken. Nu gaan we bier drinken.